Welkom bij Getvleggers! Een hele emmer bier in mijn klauw. Nou! Heel laat, maar ik ben wel echt kinkapot. Ik heb honger, ik wil koffie. Voor de allerlaatste bestemming gaan we naar Praag. Prachtig. Heel veel mensen hebben natuurlijk ingestuurd dat ze mee wouden in onze winactie. Maar er kon natuurlijk maar één de winnaar zijn. Ik ben Debbie en ik ben 19 jaar oud. Ik ben super blij dat ik met deze gasten mee kan. Welke grens wil jij even leggen? Ik denk dat het best wel een struggle voor mij gaat zijn om minder te eten dan normaal gesproken. Ja. Zullen we gewoon gaan? Ja. Let's go! Let's go! Zitten we weer. Een vluchtje naar Praag. Dan gaan we weer flink even onze grenzen verleggen. De Debster. Kijk eens naar dit weer, jongens. Oh, jongens. We zijn in Praag. Dit is toch eens landen. Nu moeten we gewoon eigenlijk direct vervoer fixen. Want misschien met z'n drieën hebben we het nog wel weer. Weet je hoe moeilijk het is om voor drie personen vervoer te vinden? Gaan we het onszelf extra moeilijk maken door te focussen al op Tsjechen? Nee, gewoon iedereen. Gewoon iedereen. Ik denk dat we gewoon zoveel mogelijk moeten vragen. Wij hebben geen geld. Wij zijn hier om te overleven zonder geld. Ja, dan stappen jullie bij ons in. Stappen jullie bij ons in? Yes, yes, yes! Dit is ongelooflijk. De magie van grensverleggers is dit. Ja. En wat zijn jullie namen? Axel en Saskia. Axel en Saskia, jullie zijn echt awesome. Waar gaan jullie heen trouwens? We gaan naar het oude stad. Nou. Ja, wij ook. Perfect. Hey, jullie weten dat de Tsjechen de grootste bierdrinkers zijn van de wereld, hè? Nou. Ze drinken gemiddeld 160 liter per hoofd per jaar. Zo. Hebben jullie al ontbeten? Nee. Dat is het eerste wat jullie dan van ons krijgen, want daarna moeten jullie opvinden. Ah, yeah. Oh, chill! Nou, we hebben dus vervoer gekregen van Axel. En we hebben dus ook nog een ontbijtje krijgen van ze. Oh, hi. Niet normaal. Oh, zo dik ontbijt ik in Nederland niet eens. Axel en Saskia, jullie zijn echt awesome. Jullie zijn toppers, dank jullie wel. We zijn in Praag! Ja! Maar nu, wat zei je als tegen ons wat we als eerste moesten fixen als tip? Slaapplek. Maar hoe gaan we dat aanpakken dan? Ah, we gaan jou even in de diepe gooien. Is it maybe possible if we can sleep at your place? Nou, dat was geen slechte eerste poging, Deb. Gaan we dus even de slaapplek even parkeren en even iets anders doen? Het is mooi weer, dat komt allemaal nog wel. Ja, de problemen komen nog wel. De problemen komen later, we gaan nu gewoon doen alsof die er niet zijn. We moeten iets fris, we moeten een ijsje, een sapje, een hidratatie. Hallo. Hi. Where we have to survive in Prague, but without money. To test the hospitality of the people here in the city, want to ask if you maybe want to help us to cool down a bit with one of the drinks, but we don't have any money. And we didn't drink a lot today, so one for you free, okay? Oh, that's so nice! Yeah. We hebben nu een best wel goede slagingspercentage. Laten we die hoog houden. Yeah. Ik denk dat we hier niet met z'n drieën genoeg aan hebben. Dus op naar het volgende drankje. Heb ik deze nu geclaimd? Nee. Wil je een shotje? Ja. Even mijn broertjes voeren. Die guy met die bril ook. Zo random. Dat is toch mooi? Ik vind het ook mooi. Ik zou het liefst die gewoon willen hebben. Laten we even kijken hoe duur dingen gaan. Kijk, ik zie de dino nergens vinden. Oh, hier! 450 zelfs maar. Ik zou echt graag die dino willen hebben. 19 euro. 19 euro. Hi. Hi. Where are you from? Switzerland. 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 Yes. We're testing the hospitality of the people here in Prague. You have no money. Yeah. No. You have to dance to a song. Okay. We gaan dansen met de dames. Als we heel goed dansen, krijgen we wat geld van ze. Ik heb geen idee hoeveel geld. Maar ja, Quinn en ik, wij kunnen wel een beetje dansen. Ik denk dat Debbie ook wel goed met die booty heen en weer kan. Dus we gaan ons best doen. Dank je, Sharon, dank je. Nou. Oké. Ik wil zeggen, maar ik kan die dino kopen. Ik zou echt graag die dino willen hebben. Nu gaan wij serieus de 20 euro die we hebben verdiend met een dansje doen uitgeven aan een groene dino. Omdat Peter dat zo leuk vindt. Nou, Peet. Goh, het is onze mascotte. En ben je blij, ben je blij, ben je blij? Yeah. We hebben een mascotte, hoe gaan we hem noemen? Ja, hoe noemen we hem? Alex? Axel. Axel.
held. Dit is oprecht, nu ik het ook zo vast heb, het meest onnozel dat we hebben kunnen kopen. Maar ja. We hadden van dat geld gewoon de rest van de dag kunnen eten. Of iets anders kunnen doen, drinken, overleven, misschien zelfs een slaapplek. Maar nee, Peter wil heel graag een groene dino. En de rest moeten we dan wel weer met hard werken en buffelen voor elkaar krijgen. Hier was dus aangekondigd dat er heel veel toeristen zouden zijn. Maar we moeten wel de Tsjechen tussen de toeristen vinden, nou, anders kunnen we niet de gastvrijheid van de Tsjechen testen. Do you know where there's less tourism and more local people like you? Hier zijn vast locals, of niet? Nee, dit zijn gewoon de toeristen. Dit is gewoon toerisme. Ja, goed gezien. We moeten even gaan vragen of ze daadwerkelijk toeristen zijn of dat ze gewoon ja. Tsjechisch zijn. Volgens die mensen zou hier dan ergens locals moeten wonen in de buurt. Maar nee, op een heuvel. Dat is een heuvel. Dit is toch die heuvel? Daar is de heuvel. Wow, maar kijk even dit uitzicht. Kunnen we niet op een bootje? Kijk, ze gaan nu mensen op dat bootje. Bij hun op het bootje, dan kunnen we een beetje zien wat er aan de rivier allemaal is. Oké, we gaan proberen. Sir, to take us on the boat, but for free. Ask in the next office, number 5. Hi, can we have a free ride on one of the boats? Is that possible? I can ask my colleague. That would be awesome. That would be awesome. You can come in the evening at 9 o'clock for 1 hour cruise. So it's a deal? We can do it. Yeah. We moeten even wachten, maar dan hebben we wel iets om naar uit te kijken voor vanavond. Ja. Zeker weten. Jongens, weet je wat ik wil doen? Ik zie daar dus een uitkijkpunt. Ik wil er eigenlijk wel naartoe. Oh, ik ook. Hebben we iets om naar uit te kijken? Oh! Mooi uitzicht. Het is echt heel mooi. Volgens mij zijn we daar al geweest, toch? Waar gaan we die locals vinden? Overal de toeristen. We zijn nu dus hier op deze heuvel. Achter die wijken. Misschien wel een gok op kunnen wagen. Dat we niet in het oude Praag moeten zijn, wat de toeristische trekpleister is. Maar dat we naar het nieuwe Praag moeten gaan, waar de Pragenezen wonen. Eens. Hey guys, do you speak English? We have a question. And are you from Prague? We need a place to sleep. That's it, but I can offer you a place where you will have to sleep 3 people on 1 bed. Je bent lekker bezig, Debbie. So come around 6 o'clock and we'll get home. Here? 6 o'clock here? 6 o'clock here. Bye! Yeah! We hebben een potentiële slaapplek! Yes! Debbie, je bent de koningin! Ik begin steeds meer naar die draak te kijken van, kunnen we dit niet opeten? Ja, waarom? Ja, hebben we die draak gekocht? We hadden eten kunnen kopen. Ik heb ook letterlijk honger en nu denk ik ook van, waarom hebben we dit ding? Maar ja, we leven met onze fouten. Ja. We moeten gewoon hier ook even meer de gastvrijheid van deze locals testen, want hier hebben we wel de locals. Precies. Do you guys know maybe something or somewhere where people are maybe kind to help us out with some food or a drink? Yeah, there's a pub over there. Local. Yeah. Er zitten ook veel calorieën in een biertje. Als we, kijk, jullie willen een biertje, laten we gewoon even als we gewoon 1 biertje fixen. We're here with no money. No? Okay. Hi, can we ask you guys a question? No? Okay. So we're traveling Nederlands! Dus dat leven voor 3 dagen in plaats van geld. Dan kan je lekker even mee een biertje halen. Hey jongens. Zuipen! Ik ben zo blij. Dit is echt waar ik naar uit heb gekeken. Een hele emmer bier in mijn klauw. Ja, op een lege maag bijna. Op een bijna lege maag. Dus dat wordt nog gezellig. Laten we toch even eten fixen. Oké. Ja. Hey man, can we ask you a question? Yeah. We're having a challenge. We have to survive in Praag. Is there maybe a chance to maybe give like a little piece of bread or help us out with some food? No money at all. No money. Uh-huh. And you need food. Yeah. I have a rooftop terrace, so we can make some grill party, maybe. Oh! Wow, this is so cheers. What's your name? Michael. Michael, thank you very much. Yeah, we have to buy something because I have nothing. Okay, we'll carry it. We'll carry it. Like. Wow. That's a cool place, man. This is this view. Whoa. Like. Oh my the two stories, God. Like the. Fuck, nippy. Peter, hoe laat is het? Het is 21 over 5. Oké. We hebben een potentiële slaapplek. Yes! 6 o'clock here? 6 o'clock here. Of de slaapplek goed genoeg is, dat weten we ook niet. Voor hetzelfde is het helemaal kut. Het is nu 6:01. Ik hoop dat die guy gewoon lekker blijft wachten. Dus we zijn een kwartier te laat. Oké, haasten. Die kant.
We wouden het relaxed doen, maar we begrepen nu, als die guy gewoon weg is, dan hebben we letterlijk niks meer. Is onze vriend er, Victor? Hij is ook. Hij is weg. Echt? Ja. Nu terug naar de barbecue. Ja. We gaan vanavond nog lekker naar een bootje. We hebben nog geen vaste slaapplek. Maar het is pas 7:45. Uit ervaring hebben we nog nooit zo laat iets kunnen fixen. Dus tot ziens. Oké, we gaan dus nu naar de boot. Met Michael ook, we hebben hem uitgenodigd. Maar weer even in het moment van stress. Toch even een geluksmomentje. Want het is toch zo, zo mooi hier. Dit is fucking beautiful, hè? Hi, remember us from the... is it still possible that we get on the boat from 9? Hey, even jongens. We hebben gewoon een gratis bootritje gefixt. Hoe lijp is dat? Echt. Michael, I have a very rude question for you. And you've been giving us so much. But do you think we can stay at your place? No, thank you. Oh, fuck up. Dat is echt jammer, hè? Nou, of course we can. Of course we can. I fell in love with you guys. Yes! Oh we all love you. It's not a problem. It's not a problem. We gaan hier heerlijk slapen. Maar hoe vond jij jouw eerste dag? Vermoeiend. Gelukzalig. Lachwekkend. Allemaal waar. Quinten, slaap lekker. Tot morgen. Tot morgen. Goedemorgen. Ik heb lekker geslapen. Hoe heb jij geslapen, Debbie? Echt kut. De dinosaur is wakker. Michael gaat nu zo lief zijn om mij letterlijk een t-shirt te geven, zodat ik niet hoef te stinken als een beest de rest van de reis. Laat even zien. Mijn god. We're gonna say goodbye. Oké. Okay. This is how we say goodbye. We staan op de straat en ik heb heel veel honger. We gaan even een koffietje en een broodje fixen. Free coffee or free bite to eat or something. So we are not able to give you something. We balen dat dit niet is gelukt. Ik heb honger, ik wil koffie. Ja. Yeah. Maar misschien kunnen we hier gewoon nog wat eten scoren. We gaan eten scoren en dan naar de brug, oké? Okay? Oh, ja. No? Sorry. Oké. Okay. Too bad. To get like a small piece of something to eat. Yes? Yes. Yes! Love you. We zijn bij de grote brug aangekomen, jongens. De prachtige brug waar Michael het over vertelde. En we hebben ons ontbijtje. Vriend. Prachtig. Dit is de fucking mooie dag. Met dit uitzicht gaan we gewoon een lekker pizzaatje eten, en jongens. En laten we morgen, ik wil... En naar het kasteel, die is echt super nice. Ja. En een bootje lijkt me vet. Ja. Oh, oh! Shit! Wat? Oh, tyfus. Nee. Eerst geef je ook nog dat geld uit aan die dinosaur. En nu typ je ook nog de pizza van de brug. Oké. Okay. Dit is een grap, dit is een grap. Daar staan we dan, midden in Praag, zonder pizza. Gaan we nog wat eten fixen of vallen we om van de honger? Kijk volgende week weer naar de laatste grensverleggers van dit seizoen. Can I try for you?